gemaakt. Ik vind dat helemaal niks. Wat is dat dan? Ja, ja, ja. Vriendje! Hey. En als jij een biertje, als ik nu jouw kaart kom. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Ik heb voor jou hele snelle plannen. Ik wil die rij opzetten. Ik heb een geweldig nummer gevonden, jij kent hem nog. We luisterden dat altijd op de kidsclub toen we in Turkije waren. Is die van Hande Jenner? Hè? Weet je welke ik bedoel? Maar ook met vogels? Heeft met vogels te maken. Pelikanen? Nee, ik heb er geen idee. Komt ie. Wat een nummer. Die ken je toen wel? Ja, tuurlijk. Ja, we stonden wel altijd. Hoe gaat het dansje ook weer? Ik heb geen idee, gast. Maar. Ik weet het ook niet meer. Pas je op voordat ze wegvliegen. Ja, zo goed vies. Ik heb gehoord dat wij naar een weiland gaan. Ja, een verlaten weiland zelfs. Ja, ja. Dit keer niet de frikandellenbos. Nee. Ik heb net iets meegemaakt wat iedereen herkent. Dat is zo kut. Ook ik dacht dat ook. Er lopen zo twee mensen op straat. Nou ja, ik ga gewoon in mijn dorpje. Dus ik denk, nou, het is een bekende. Dus ik zo, hé, maar ging ze aan de haar krabben. Dus ik zo. Okay, ik dacht echt zo van, hey, oh. Ik dacht ook dat ze de zwaaien. Jij zat midden in je verhaal, je stopt ook gelijk lachen. Zo herkenbaar, zo kut is dat. Volgens mij zagen ze het niet, dan is het helemaal kut. Ja. Dat ik een godverdomme, weet je. Fucking goud, jongen. Maar iedereen heeft dan zijn eigen manier van oplossen, weet je wel. Ik deed dan nu zo krap aan mijn baard. En nou, wat je baard doet zo. Wat je baard kan noemen dan, in ieder geval. En de ander doet gewoon zo en dan krap inderdaad achterhoofd of zo naar je neus of zo. Van, oh, mijn hand, weet je wel. Ja, ik heb dat ook zo vaak meegemaakt. Weet je wat nog kutter is? Als je er hoi bij zegt en je kan elkaar, dan horen ze het. Zo, hoi. Ja. Dat is helemaal... Kloteren. Vroeger als kind dat je dan met je maan de stad, weet je, naar zo'n rende vrouw. Mam, en dan is het je moeder helemaal niet. Ja, deze, ja. Gast, dat heb ik zo vaak gehad. Hé mama, weet je wel. En dan draait die vrouw zich om. Dan sta je er echt zo voor. Ja. Maar als je kind bent, boeit het niet. Maar stel je voor, je zou dat nu doen. Zo, dat zou echt kut zijn. Wat een ommelig wegje dit daar. Ja, gelukkig maak ik dat soort dingen nooit meer mee. Nee. Ja, dat heb je met corona, kom je niet meer buiten. Ja, ga je ook de booster nemen. Ja, op de kermis ga ik altijd in de booster. Dat vind ik echt fantastisch. Eerlijk, de booster op de kermis is fucking ding. De booster, ja. Ik zit nog twijfelen of ik hem neem, man. Misschien een beetje thuiskomen van de koude kermis. Ja, of de kattenpil vind ik ook lijp, man. Gast, dat is lijp. Ja. Dat is echt, voor als je gezopen hebt, jongens, te strijden, zit je dan. Zit je helemaal zo met je ogen. Ja, ja. Ja, leuk. Ja, dat is ook wel. We hebben normaal altijd één keer per jaar heel groot feest. Ja. Hier zo. En dan heb je de kermis, en dan heb je allemaal partytenten en feesten en alle kroegen. En dan helemaal fantastisch, worden allemaal leuke dingen georganiseerd. Maar ja, dat is ook niet meer brouw. Nee. Nou, het kan erger, weet je. Heb je gehoord dat de middeleeuwse spellen door weer komen? Oh, ja, dat is ook altijd vet. We doen nu altijd, gaat iedereen verkleed in jutezakken en ouderwetse kledij met allemaal zwaarden. En dan de middeleeuwse festivals hier. Dat komt weer, hè? Ja? Dat komt weer terug. 2022. Dat is leuk. Wat we altijd deden, het weiland. Toen zong mijn moeder nog. Ja? Deze voor 700 man gezongen in die partytent op het weiland. Ja, fucking vet. En dan komt ook weer in dat zwemmen met modder vechten, stoeien, weet je wel. En touwtrekken en zo over het weiland. Ja, het is gewoon, weet je wel, middeleeuwse shit allemaal. Ja, middeleeuwse. Alles staat dan in het teken van middeleeuwen. Komt allemaal terug. Ja. Fucking leuk. Oké, ready? Ja, ready. Mooi, hè, dat platteland. Alleen zonder dat ze al die kabels hebben gemaakt, vind dat helemaal niks. Wat is dat dan? Wat de hel? Wat? Hoorde je het galmen in die kabels? Raar, man, vallen die gewoon uit de lucht hier? Het is ook eigenlijk nog helemaal niet koud voor december. Huh? Oh god. Zo. Die is gewoon weg. Ja, jongens, dat krijg je dus als je een flesje Focus drinkt. Dan zit je de volgende dag zit je zo op de wc. Ja. Er is gewoon niks meer van over, ouwe. Ja, leuk hè, dat vuurwerk van de Action. Ja. Ja, ik ging Okke dus even ophalen net, want we gaan lekker de kraker kijken. Ajax Feyenoord in de Kuip, helaas zonder publiek. Eerste keer voor Berghuis geloof ik dat hij weer terug is in de Kuip. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Maar ja, dat zal best meevallen, want er is ook geen publiek dus. Maar die gasten zitten allemaal bij mij, die hebben bij mij gepit. Dus gezelligheid joh bij mij. Wel jammer dat er geen publiek is. Ja, want het is een wedstrijd is een soort van, die heeft publiek nodig. Vind ik de echte helft van de wedstrijd. Een soort amateur lijkt het nu, amateurvoetbal. Ja, het voelt denk ik een beetje als amateur, maar het is toch sfeer. En ophypen en de spelers gaan ook mee in die sfeer. Als het publiek helemaal enthousiast is, is voor de teamspirit helemaal handel natuurlijk. Ja. Oké, laten we gaan. En we zijn weer thuis. Eens even kijken hoeveel het staat.
dan? Ga weg, man. Hoeveel staat het? Het staat 1 over Ajax. Hoe kan dat? Eigen doelpunt. Jij bent ook voor Feyenoord. Ja, misschien best. Ik geniet hiervan. Ja, hoop ik niet. Ik hoop dat Berghuis scoort. Hij is en jarig vandaag, hij is 30 geworden en hij speelt in een zoutclub. Ik hoop dat hij een beetje onder zijn lichaam vandaag gescoord wordt. Ja, hij heeft altijd ruzie gehad met zo'n teamgenoot, toch? Hè? Hoe? Met Kokjoe. Met Kokjoe? Ja, ik weet niet. Die laag kan niet heel lekker. Ja, nee, die laag kan niet lekker. Het is een filmpje dat scherm voorop trappen waarschijnlijk. Als hij maar dat is. Ja, dat is niet leuk. Ja, oké. Nou, we gaan het zien. We gaan het zien. Muziek zal aan. Tweede helft van beginnen, geloof ik. Ga je ook poepen? Nee, of pissen. Succes. Moet ik hem vasthouden? Ja, is wel heel leuk. Hey! Lekker! Pingeltje voor Ajax. Kijk dan, laatste 15 strafschoppen. Allemaal raak, Tadic. Zo, morgen. Ik zie jou niet doen, Lennon. Wat zeg jij nou? Ik zie jou niet doen, 15 strafschoppen. Wat is dat dan weer voor vlam uit het niet? Je hebt gewoon gescoord hoor, laat. Hey! Hey Mers, lekker doelpuntje, man. Goedemiddag. Nou, dat was de kraker alweer. Dat was het al. Hele saaie kraker. 0-2 voor Ajax. Dikke prima. En nu ook al laten schrikken. Oh! Oh! Jezus, ik wou net naar je toe lopen. Ja, ik hoorde mee. Net, ja. Okke gaat gezellig morgen mee. Mag ik ook van John? Ik moet nog een appje terugkrijgen van John van der Rijt. Maar zodra hij me terug appt. En ik heb ja of nee, dan krijg je het horen en dan kan je morgen mee. Dat rijdt. Fuck it, chill. Hey. Lekker man. Holy shit. Fuck it, chill. Zou je schrok, hè? Ja. Man. Ik had echt een fuck. Ik ga snel en toch zeggen dat ik mee kan. Ik heb echt zin in. Ja, leuk gast. Oké. Oh, is mijn rookmelder. Kijken. Kijk, dat is een kapje die kan ik opdoen als je bijvoorbeeld bezig bent met verbouwen of zo, weet je wel. Speciaal kapje daarvoor, maar gisteren hadden we de rookmachine aan hier, hebben we met die gasten gechilled. Ging het alarm af, dus dan moet je die even opdoen. Ja, ging het alarm af. Kan je de rookmachine doen? Ja, precies, dan zit ik net even weg. En die gasten weten natuurlijk mijn code niet. Ja. Of die hebben niet zo'n druppel, dus die zat in een pokkerrie hier, 130 decibel. Ik heb mijn kop helemaal als je ernaast staat. Ja, snap ik. Wat de fuck doen zij nou? Ja, grappig. Ik zweer het je. Ja, ik wil niet kijken. Ja hoor. Die had ik zo niet zien aankomen, hè. Ja, baardbos, jongen. Een haarbos? Een bos haar. Baardbos, wat zei ik nou? Baardbos, ja. Bos baard. Oké, ik heb dus gisteren 2 goocheltrucs aangeleerd gekregen door een goochelaar. En ze zijn super trippend. Als je niet weet hoe ze werken, kan jij filmen, Siep? Dan ga ik even ook in de zijk nemen. Ja, het is gewoon goochelen. Oh ja, even duur zover. Oké. Ik laat je gewoon een kaart pakken en ik ga kijken of ik jouw kaart kan raden. Ja? Dus pak maar gewoon een kaart. Ja. En laat hem even zien aan de kijkers en aan je neef. Of aan je broer. Ja? En dan wil ik dat jij hem in het midden legt. Kijk, ik kan nooit weten waar die zit. Nee. Never nooit. Nee. Hoe moet ik dat weten? Dat weet ik nooit. Nee. Ik ga kijken of ik jouw kaart kan raden. Door gewoon te kijken hoe jij reageert. Dus ik hoop dat je een beetje een goede pokerface hebt. Even kijken. Weet ik hem nog? Kut, volgens mij niet. We gaan het gewoon proberen. Jij hebt mij gezien in een spiegel. Ik weet het nog. Nee. Echt, als we hadden hier een spiegel. Kut, ik weet niet of ik hem nog ga raden. Het zou ook kut zijn als ik je floppen kan nu. Dit is hem niet, hè? Wel? Nee. Ze gaat helemaal fout, kut. Ja, gaat hij fout? Dit is hem niet, hè? Nee. Ja, ik denk dat hij hier tussen zit. Oké, als ik jouw kaart nu omdraai. Ja. Dan had jij een biertje, als ik nu jouw kaart omdraai. Is goed. Even kijken. Is dit jouw kaart? What the fuck? Ja. Ik pak een pilsie. Hé, nee, wacht even. Hé, maar... Ik nee, wees, maar dit kan niet. Netjes. Ik wees naar die andere stapel, maar ik wist hem al lang. Hé, zo, maar ik zat expres de hele tijd te lachen, weet je. Omdat ik dacht van, ja, misschien zie je het aan mijn gezicht. Ja, ik dacht even leuk voor mezelf, was dat te twijfelen? Ja, ik dacht ook van, hé, wat de fuck is mogelijk, gek, maar hè? Ja.
Wil jij ook Siep of niet? Kijk of ik die van jou kan raden. Oké, okay, is goed. Hier ook, dit is een speciaal ad-dingetje. Die kan je bier klikken en dan kan je atten. Zo. Ja, handig is dat, hè? Ja, en dan kan je helemaal makkelijk atten. Gewoon zo. Ja. Zo, dat drinkt kut. Ja, hetzelfde als een rietje. Ga hem in één keer opkrijgen. Hij komt wel uit de vriezer, dus hij is echt extreem koud, gast. Je morst een beetje. Tandenbevriezer. Kijk er moeilijk bij, gast. Wow, dat is koud. Oké, ik ga jou weer een kaart laten pakken. En dan moet je gewoon raden. Oké. Choose a card, please. And I'm gonna guess your card. Zo. Ik ga zorgen dat je helemaal van de kaart bent. Oké, als jij me laat zien aan de kijkers. Ja. Dan wil ik dat jij hem hier oplegt. Oké. Even kijken. Dan gaan we kijken of we gaan raden. Een 10 klaver? Nee, dat dacht ik al. Even kijken. Jokertje. Tien schoppen? Ook niet. Ook niet, hè? Nee. Ik denk dat hij in deze stapel zit ook. Nu wel. Bij hem net. Niet. Maar als ik hem nu raad. Had je dan een pilsie? Ja, Siep, sowieso. Tuurlijk. Ik heb niet veel te zeggen, denk ik. Ja, maar je hoeft niet. Siep, geen pilsie. Ik wil zeggen nee, maar dan ga ik proberen om te raden. Pilsie. Ik denk dat hij hier zit. Jij denkt dat hij hier zit? Ja, denk ik wel, ja. Maar als ik hem nu omdraai. Ach, jij pilsie had, hè? Dat is goed. Ja? Ja. Nou, ik denk niet dat hij hier zit, namelijk. Ik denk dat jouw kaart, dat deze is. Klopt dan. Hé, hoe de fuck doe je dat, gast? Die anders afhankelijk van hoe iemand speelt, maar deze werkt altijd. Hé? Klaver de 4. Gast, weet je bij wie je dit moet doen? Bij Jesse Klaver. Je vinger liggen op die kaart die... Nee, want ik heb hem gewoon zo vast. Je stopt hem ertussen, ik kan nooit weten welke kaart je hebt. Hey, Roy had mij ooit een kaartspel... Roy kan goed goochelen. Ja, Roy had me ooit een kaartspel laten zien, maar echt... Ja. Ah, ik heb nog tegen hem gezegd. Weet je hoe dat komt? Zijn vriendin heeft een goede trucendoos. Oh, dat weet jij zelfs. Dat zijn. Hoi! Zo. Die schrok hard, maar niet of zo. Heel laat. Oh, we hebben lekker eten besteld, jongens. Oh. Groei lekker! Zo, ik ga echt aardige proteïne binnenkrijgen met die kip, hè. Ook even alleen kip en een pizzaatje. Dan komt Mees ook zo nog gezellig. Ja, gewoon lekker zondagje is het vandaag. Gewoon een beetje luie zondag. Lekker eten, biertje erbij. En dan gaan we chillen, weet je wel. Ja, ik heb een drinken die tegen elkaar. Stampen niet. Mees schrok wel volgens mij. Mees is zo. Give me that taro, taro. Kiss my ass goodbye, give me that title. We zitten ook even random een FIFA toernooitje tussendoor te doen. Ik ben meest zwaar aan het bossen. Wat zeg jij? Het zijn volgens mij nu zijn de winnaars tegen elkaar. Zo, wat is dat voor hoest? Je tong viel er bijna uit. Waarom staat Poppa nou niet? Ja. Tussen de potjes door, als ik niet aan de beurt ben, zit ik te editen hier zo. En ik zie laatst best wel comments, waarom doet Jan het niet meer? Omdat ik gewoon, ik haal daar ook heel veel energie uit om het gewoon zelf te doen. Omdat ik gewoon elke keer mijn dag herbeleef. Ik vind het heel leuk en ik kom dan meer in een soort werkflow en meer in een soort vlogflow. Dus dat is eigenlijk meer de reden. Dus Jan en ik is alles goed hoor. Alleen ik vind het toch nog wel lekker om af en toe zelf te doen. En weet je wat het is? Als ik film, dan edit ik al in mijn hoofd terwijl ik iets film. Dus dan heb ik er al een soort visie bij. En dat is ook soms moeilijk over te brengen op een editor. En dat is meer mijn gebrek dan Jans gebrek. Maar het komt gewoon meer omdat ik... Nee, dat is gewoon mijn ding natuurlijk. Ik vind het gewoon ik vind het gewoon nog heel leuk om te doen eigenlijk. That's it. Dus voor de mensen die het afvroegen bij deze. Dan vroeg je het je niet af, dan weet je het alsnog. Kennen jullie dat nummer van TikTok van... Horime. Horime. Latino, latino, latino. Latino, latino. Doe het nog één keer het begin. En nu met heel veel passie.
Score gewoon de jaantje, want ik was zo goed. Ik heb iedereen geneukt, ja, je weet hoe het moet. Ik ben meest, ik ben zo boos, ja, je weet dat ik leef. Ik heb chickies in de bag, ja, je weet ik ben beest. Ha, ik ben zo dik, ha, ik ben een klik, ha. Kom naar me toe en je weet je gaat niet, ha. Ik ben meest, ha, kom maar hees, ha. Kom een beetje in mijn motherfucking space, ha. Niet zo gek doen, ik heb zo snoen. Nog een jaartje en ik heb een fucking miljoen. Dit was de langste FIFA Celebration die ik ooit gezien heb. Gaat ik weer helemaal nergens over. Ik ga proberen weer Okke te laten schrikken. Bra! Huh, Roy, ben jij er nou ook? En terug, en terug. Het is wel jouw maat merchandise. Zeker waar. You like fat booty and fat belly? I'm here. Just now upstairs, I'm going hard. Waar kunnen ze die krijgen, mees? Welke? Nou, die merch. Op broilistie.com. Maar wat zit er in je navel? Zieke navelpluis. Trek hem er eens uit, dat is nieuwe merchandise van mees. Dat verkoopt hij vanuit zijn navel. Nee, mijn merchandise heb ik ook aan. We gaan jou eens even testen. Op. Soas, grote truc. Soortes, nog nooit van. Ik ook niet, behalve toen naar de dokter ging. Ik wil dat jij voor mij een prachtig kaartje kiest uit deze gouden kaarten. Maakt niet uit welke. Kies er maar gewoon eentje. Ja? Wat de fuck doe je, gast? Kies er gewoon een. Eén en twee. Ja, Messi. Wacht, laat hem even aan de kijkers zien. Laat hem even rustig aan de kijkers zien. Dan wil ik dat jij hem hier boven... Hij zag hem in de weerspiegeling. Maar ik kan dat niet zien in de weerspiegeling. Oké. Okay. Leg jij hem hier bovenop? Ja. Helemaal top. Mag ik schudden zelf? Nee. Ja, man. Weet je, je moet gaan raden. Oké. Okay. Okay. Wacht, ik ben even mijn kaart kwijt. Echt? Ja. Jongen, je kiest een kaart. Wat gebeurt er nu? Ja, laat hem even zien aan de kijkers. Ik kan hem niet zien in de reflectie. Dan wil ik dat jij hem hier bovenop legt. Ja. Dan kijk jou aan. Dus ik heb hem niet gezien. En dan ga ik even... Oeh ja, dat is mees. Nee, okay. Je kan hem een keer schudden voor mij. Ik ga het smelten. Ja, maar dat hoort niet bij de truc. Oh, oké. Okay. Nee, ik ga kijken of ik jouw kaart kan raden. Ik heb hem gewoon hier tussen gedaan, dus ik kan never nooit weten... Waar hij zit. Het is hem niet, hè? Nee. Even kijken. Het is hem ook niet, hè? Nee. Even kijken. Het is hem ook niet zeker? Nee. Nee. Hoe kan je zo op? Nou, ik begin wel te twijfelen. Misschien zit hij hier op tussen. Dit is hem ook niet zeker? Nee. Oké, als ik hem hier weet aan te wijzen. Ja? Nee, okay, nee, laat ik het zo zeggen. Nee, okay. Als ik nu jouw kaart omdraai, had je dan een biertje? Ja. Als ik nu jouw kaart omdraai? En als het hem niet is, wat dan? Dan had ik een biertje. Oké, is goed. Als ik nu jouw kaart omdraai, had ik een biertje. Ja. Oké. 1-0. Ja! Koning! Koning Klaveren! Ja, Koning Klaveren, gek, stel scherp. Dat is jouw kaart, maat. Ja, nu je een biertje had. Omdat ik zei, als ik jouw kaart nu omdraai, maar ik wees naar die stapel om je op het verkeerde been te zetten. Ja, nee, oké, okay, ja. Ik doe het wel. Ja, daarna ga ik naar mijn nest, hoor, want het was een heerlijke luie zondag. Het is alweer 2:50. En morgen moeten we gewoon vroeg naar John. Dus... Ja, maar hoe zit het, hoe doe je dat dan? Ja, dat heet goochelen, maat. Maar het is sowieso iets van een rekensom. Nee, het is geen rekensom. Mees was zo verbaasd toen ik naar die andere stapel terugging. Want hij denkt, mijn kaart is al lang weg, dacht hij. Ja, ja. Ik wou eigenlijk eerst nog zeggen van wie het goed heeft, krijgt 100 euro. Echt? Ja. Je was zo overtuigd. Ja, ik denk, je gaat het nooit. Oh, dat had ik jou goed te pakken, gast. Ja? Hey! Zo. Heb je dorst, maat? Oeh, dat is koud, of niet?
Er komt er altijd zo'n verschrikkelijk fucked up boer aan. Even kijken. 3, 2, 1. Oh, hij zit vast, hè? Dames en heren, ik ga naar mijn bed. Wees er morgen bij. Morgen gaat mijn Lambo en mijn RS6 voor een grote beurt. Dus we gaan achter elkaar aan. Mees gaat rijden, Okke gaat mee. Gaan met z'n drieën met de Lambo en RS6 gaan we naar John. En er staat een nieuw voertuig van mij bij John. Ik ga hem wel al van buiten zien, maar nog niet van binnen. Dat is het enige wat ik zeg. Ik ga niet gluren. Maar dat is allemaal voor morgen. Dus wees er morgen om 5 uur bij. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze vlog. Mocht je nou genoten hebben van deze random lekkere dag, laat even weten in de comments. Vergeet niet te abonneren en hoop ik jullie morgen te zien om 5 uur. Ik ga zeggen wat ik altijd zeg. En dat is: Mees heeft tepels.